We gaan het vandaag hebben over stereotypen en vooroordelen. In uw cursus zit dat nog mee onder het hoofdstuk discriminatie, omdat ook stereotypen en vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie. Nu, wat is een stereotype? Een stereotype is een overdreven beeld. Het is eigenlijk een beeld dat eigenlijk niet zo strookt met de werkelijkheid. Dat niet de werkelijkheid typeert. Nu, door stereotypen gaan we mensen tot een bepaalde groep rekenen. En we gaan die dan allemaal in verband brengen met één of meerdere kenmerken van die groep. Nu, we delen sowieso mensen op. Je weet dat ik daar niet van hou, maar we delen sowieso mensen op in categorieën. En dat zijn groepen waarin we min of meer dezelfde kenmerken geven aan die mensen en soms vormen we een oordeel op basis van te weinig of verkeerde informatie. Die stereotypen kunnen een vooroordeel worden. Een vooroordeel is dan een mening, en dat is altijd uw eigen mening, maar die niet op feiten gebaseerd is. Nu, een vooroordeel is meestal een mening die we hebben over iemand of een groep mensen. En dan gaat het over één kenmerk van een stereotype. Nu, realiseer u dat vooroordelen heel hardnekkig zijn. En als een bepaalde groep eenmaal dat etiket meegekregen heeft, is het heel moeilijk om dat te veranderen. Ik heb hier een aantal voorbeelden gezet van stereotypen. Je kent allemaal het gezegde dom blondje. Stereotypering is hier dat men ervan uitgaat dat alle mensen die blond zijn, dom zijn. Terwijl dat helemaal niet zo is. De afbeelding van onze Fransman daarnaast, daar is ook een stereotype dat alle, en let op het woordje alle, dat alle Fransmannen alleen wijn drinken en stokbrood eten. Nu, stereotypering of generalisatie. Generalisatie is eigenlijk een veralgemening. Hè. We maken een algemeen beeld over iets. Stereotypen, heb ik al gezegd, zijn vaak gebaseerd op beelden die we meegekregen hebben vanuit de massamedia. Vanuit een tv, vanuit de boekjes, vanuit de krant. Ook vanuit die opvoeding. Of een algemeen gangbare opvatting. Nu, vanuit die opvoeding in die zin, wanneer jij als kind uw ouders over een bepaalde groep mensen hoort praten, het beeld dat ouders aan u meegeven, ga je ook meenemen in uw ontwikkeling. Eens dat je 15, 16 jaar bent, ga je uw eigen mening vormen, maar voordien neem je gewoon de mening over die stereotypen van uw ouders over. Nu, bepaalde kenmerken, die worden gegeneraliseerd, met andere woorden, veralgemeend. En die worden dan toegepast op alle mensen die we tot die groep gaan rekenen. Nogmaals hier, generaliseren is veralgemenen. Veralgemenen is bijvoorbeeld over ene kam scheren. Alle Fransmannen eten alleen stokbrood en drinken alleen wijn. Veralgemenen ook op grond van één voorbeeld. Een ganse groep mensen, een heleboel gevallen, dezelfde manier gaan beoordelen. Nu, hoe ontstaat stereotypering? Wel, stereotypering ontstaat als je bepaalde personen automatisch gaat indelen bij een groep met bepaalde kenmerken. En daardoor de persoonlijkheid van die personen uit het oog gaat verliezen. Bijvoorbeeld, polybies, of moet dat tegenwoordig noemen de LGBT's, die worden vaak beoordeeld op hun seksuele geaardheid. En de rest van die persoonlijkheid die wordt gewoon niet opgemerkt. Nu, stereotypering ontstaat ook op basis van verkeerde verwachtingen of generalisatie. De veralgemening bijvoorbeeld van mensen die in de krak zijn in informatica, dus informatici noemt men die mensen, daar wordt vaak van gezegd dat het nerds zijn en dat ze niet sociaal zijn. Nu, omdat misschien een aantal van die informatici nerds zijn, ga je dat veralgemenen. Dan ga je zeggen dat ze het allemaal zijn. Nu, op basis van het zelfbeeld van de persoon die stereotypeert, ontstaat ook die stereotypering. Want het beeld dat je hebt, dat wordt geprojecteerd op anderen. Dus wanneer iemand bijvoorbeeld heel onzeker is,
of zich onzeker voelt over iets, dan gaat dat beeld dat hij van anderen heeft heel sterk bepaald worden door die onzekerheid. Nog een ander voorbeeldje. Iemand die heel sterk bezig is met gezondheid en gezonde voeding en een slanke gezondheidsfreak is, die gaat dikke mensen als ongezonde mensen zien die veel te veel eten. En gaat dat niet zo snel linken aan eventuele ziekten die overgewicht kunnen veroorzaken. We hebben, net zoals bij de discriminatie, positieve, negatieve en neutrale stereotypering. Positieve stereotypering, bijvoorbeeld, dan wordt een stereotypering positief bekeken. Bijvoorbeeld, alle Italianen, dat zijn geboren verleiders. Zou ook kunnen zijn. Alle homoseksuele mannen zijn modebewust. Alle jonge meisjes zijn lief en braaf. Negatieve stereotypering, ik heb het al gezegd, hè, wordt op een negatieve manier bekeken. Informatici zijn nerds. Of Nederlanders zijn gierig. Of Turken zijn luie mensen en zijn dieven. Of blonde, sexy vrouwen zijn dom. Allemaal voorbeelden, hè, mannen. Dat wil niet zeggen dat dat effectief zo is. Het zijn maar voorbeelden. Neutrale stereotypering, waarbij de stereotypering neutraal is. Daarmee bedoel ik, het is nog negatief, nog positief. Voorbeeld, Belgen eten graag frietjes. Of mannen zetten de vuilnis buiten en vrouwen doen het huishouden. Die vooroordelen, wanneer stereotypering hard in je hoofd blijft zitten en je krijgt dat niet weg, is er een gevaar dat er vooroordelen bestaan. Nu, waarom heb ik dat tekstje hier gezet? Kijk, gaat over wie ben ik? Als ik in de zon lig, gaat over een jongetje, klein jongetje, zwart jongetje, dat ooit verwoord heeft. Als ik in de zon lig, dan ben ik zwart. Als ik kwaad ben, ben ik zwart. Als ik ziek ben, ben ik zwart. Als ik het koud heb, dan ben ik zwart. Als ik het warm heb, ben ik zwart. En als ik dood ben, ben ik zwart. Als jij in de zon ligt, ben je bruin. Als jij kwaad bent, ben je rood. Als jij ziek bent, ben je geel. Als je het koud hebt, ben je blauw. Als je het warm hebt, ben je rood. En als je dood bent, ben je wit. En dan noemt men mij een kleurling. Het gaat over de vooroordelen die mensen hebben tegenover gekleurde mensen. Nu, wat is een vooroordeel? Een vooroordeel is een mening die mensen al bij voorbaat, dus vooraf, al in hun hoofd hebben over bepaalde groepen, over mensen, zonder dat ze weten of dat beeld wel overeenstemt met de feiten. Nu, als er sprake is van een vooroordeel, en mannen, dat vooroordeel zit in je hoofd, dan geef je de persoon niet meer de kans om zijn of haar echte persoonlijkheid te tonen. Nu, vooroordelen ontstaan eigenlijk op dezelfde manier als stereotypen. En een vooroordeel is altijd een oordeel op basis van een stereotype. Nu, hoe gaat het dat doorbreken? Ja, want als van 100 mensen vragen, heb je vooroordelen, dan gaat er 99 personen zeggen nee. En toch hebben we het allemaal. Nu, hoe ga je dat doorbreken? Wel, vorm pas een mening over iets, als je over voldoende informatie beschikt. Stel je daarbij kritisch op en ga niet zomaar uit van de dingen die je niet zelf hebt vastgesteld. Dus ga niet direct een oordeel vormen over iets wat je hoort van iemand. Leer andere mensen kennen. Ga mensen niet uit de weg. Probeer contact te leggen. En enkel en alleen door mensen te leren kennen, ga je bepaalde vooroordelen kunnen doorprikken. En denk aan de meerwaarde van de diversiteit. Probeer jezelf in te leven. Ik zeg altijd, denk even, zou ik graag hebben dat ze dit met mij doen? Zou ik graag hebben dat men mij zo behandelt? Als laatste tip, behandel de anderen zoals je zelf wil behandeld worden. Bij dit hoofdstuk, of bij deze taken, of bij deze stukje les, zijn een aantal taken. Je gaat die vinden in mijn vak op Smart School, met oefeningen. Nu, ik ben van plan van u telkens maar één taak per week te geven. Denk eraan, de deadline van die taken verloopt op vrijdagavond 23:59.
zorg dat je ze opnieuw of tijdig indient en vooral mannen, vergeet niet op de knop verzenden te duwen.